Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit, zoals altijd, Maurice. En wij zijn naar een fantastische film geweest, namelijk Three Billboards Outside of Ebbing. Ja. Een pak movie. Ik heb kapot gelachen. Ik heb me ook helemaal scheel gelachen. Ik heb echt pijn in mijn buik gehad. Ja. Toe. Helemaal topfilm. Eén van de beste films van dit jaar. Ja, ik vind het de beste film. Klaar. Ja. Dat zeg ik nu alvast. Tot nu toe, hè? Tot nu toe, ja. Ja, wat is het goed? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Tot nu toe. Het heeft drama, het heeft schrikmomenten, het heeft momenten van, wat gebeurt er? Ja. Wat gebeurt er? En je hebt momenten dat je gewoon helemaal in een deuk ligt. Ja. Het is keihard, die film. Ja. Maar het klopt wel keihard. Echt zoals als je Amerika, het gaat in het zuiden van Amerika, gaat over Verenigde Staten dus. Missouri. Ja, dus je snapt ook wel hoe zij denken, die mensen. Klopt. Dat komt ervoor. En dat is zo mooi. En dat is niet overdreven, het klopt allemaal. Ja. Waar we net over een andere film gehad, over dat voor drama en comedy totaal niet een mismatch was. Ja. Hier klopt alles helemaal goed. Dit was niet echt haha comedy. Nee, dit is gewoon zoals het is. En het is zo hard dat je moet lachen omdat het zo hard is. Precies. Want je verwacht het gewoon niet. Ja. Mensen zeggen gewoon wat ze dachten. Juist. Dat is zo. Ze nemen echt geen blad voor de mond. Nee. Het is niet zo van, oh, dat woord mag je niet zeggen, want wat gebeurt er anders? Nee. De mensen hebben daar geen last van, die zeggen gewoon alles. En dat is zo mooi. Dat is echt, ik heb echt zo gelachen. Mooie rol lag er weg voor ons, voor die kleine rakker uit Game of Thrones, vond ik. Ja, Peter Dinklage. Ja. Ja, die kleine, deed het heel leuk. Heel leuk. Ja, en die gaf wel een beetje een soort gelijke rol was trouwens. Een beetje soort adviseur. Ja, hij was echt wel de beschouwende type die advies gaf van, hey, ik kan wel weer afzeiken als ik klein ben. Ondertussen heb je toch nodig. Dus dat kwam wel een beetje terug. Ja. Maar het is ook vol met stereotypes, hè? Vol met stereotypes. En ik vond ook Woody Harrelson heel goed spelen. Woody Harrelson was heel goed. Heel goed. Een heel goede rol. Zeker heel goed. Eigenlijk veel humaner, eigenlijk achteraf gezien. Klopt. In het begin denk je van, shit, is er zo'n redneck. Ja, dacht ik in het begin, dat is echt zo'n witte smeris die echt tegen negers wat heeft en zo. En, maar dat bleek helemaal niet zo waar te zijn. Dat was weer die assistent. Die assistent, die was niet goed. Die was niet goed. Dat was echt een redneck, de toilet trash. En zoals die, uiteindelijk had hij ook een morele ondertoon. Ja, en dat vond ik wel goed, want niet iedereen is slecht of is goed. Dat vond ik heel mooi. Dit is een film die je moet gaan zien. Ja. Ja. En dit is ook niet de film waarop je moet wachten tot die ergens in de fucking, Netflix komt. Deze moet je gewoon gaan kijken. Je moet gewoon nu naar de bioscoop gaan en gaan kijken. Ja. Het is een dijk van een film. Ja. Ik heb het aan iedereen aangeraden. Iedereen die is gegaan, die zegt, Patrick, je hebt helemaal gelijk. Dijkert. Echt een dijkert. Dus als zo beginnen ergens een biertje halen. Ja. Zei, we gaan naar een film toe. Ja. Zei diegene, de barkeeper, van, je moet naar die film toe gaan. Nou, toevallig, wij zijn al geweest. Wat een film. Ja, dat was echt. Ja, ik vind het, je ligt gevouwen van het lachen. Echt waar. Dus, maar dit is de beste film die je gaat zien tot nu toe. En nu zitten we pas in februari. Ja. Dus wat dat betreft hoop ik niet dat dit de beste film is gaan worden van het jaar. Maar hij staat wel op de nominatielijst. Ja, dit gaat zeker. Die gaat heel ver komen, deze. Dit is een film die je gaat herinneren. Ja, dus dit is, wordt misschien wel mijn Split van vorig jaar. Nou ja, Split was ook in het begin van het jaar. Dus misschien komen alle dijkers wel in het begin van het jaar. En daarna zwakt het af. Nou, het mooie is, dit zijn films waarvan je niet verwacht om naartoe te gaan. Je hebt een paar stukjes van gezien. En je denkt, nou, laten we eens kijken. Ja, we gaan kijken. En dan zie je hem, denk ik, jezus. Ja. Dan heb ik echt gewoon pijn in je buik van lachen. Ja. Dus gaan een cijfer geven. We gaan een cijfer geven. Ik ga voor een 9. Zo, jezus, wie had dat verwacht. Ja. Ik ga ook voor een 9, want ik vond het echt een... We geven niet snel een 9. Nee. We geven niet snel een 9. Maar dit is gewoon... Maar deze was fantastisch. Ja, deze klopt. Echt fantastisch. Deze klopt helemaal van voren. Ja. Dus nogmaals, ga snel heen, ga snel kijken. Doen. Tot de volgende keer. Doen.